is waar de start erover. Met zijn Simone de Beauvoir en Juliette Gréco. En dan de rock and roll. Een ware revolutie in die dagen. Met Buddy Holly, Bill Haley, Elvis Presley en Jerry Lewis. En wij op onszelf geworpen en niet meer te programmeren. Later kwamen de Beatles, de Stones en Roel van Duin. De mens zelf, contra de verburgerlijking. Ja, de vrije mens in alle lijfelijkheid, vol geloof in het dagelijks leven. De zwoele winden speelden, zou het dan toch nog lukken? Oh, flauwe pauwen. Maar nee hoor, kwetsen vandaag. Consumptieglobalisatie, in volmaakte staat, met de mens als denkproduct, door de crisis belaagd. Maar zijn we dan toch om een andere werkelijkheid verschenen? Oh, flauwe pauwen, een wonder was het. Mooi. Hé hey papa, wanneer ben je nou begonnen met dichten? In de 60 jaren. Hoe kwam dat? Ja, ik weet het niet. Ik begon een krabbeltje op te schrijven. En verder gedichten op een gegeven moment. Wat kende je toen in jouw tijd, in die tijd, gedichters of kunstenaars? Ja, ik kende er wel een paar van naam en zo, maar eigenlijk niet. Want in jouw gezin vroeger werd niet over kunst of dichten gepraat, toch? Nee, ik had filosofie les gevolgd in de Listraat bij Jan Burger. Maar hoe kwam je daarbij om dat te gaan doen? Dat weet ik niet meer. Dat ontstond gewoon. Op een gegeven moment laat je het staan, weet je wel. Want het is natuurlijk wel bijzonder dat uit het gezin waar jij vandaan komt, dat je die interesse hebt ontwikkeld. Ja. Dat dichten, de filosofie, je interesse in kunst. Ja, maar het gekke is, dat mijn vader had ook duizenden boeken en die was ook al met filosofie bezig. Maar op een andere manier natuurlijk, je was communistisch bezig, socialistisch. Maar ik kwam ook met mensen in aanraking, zoals Jan Burger, junior vooral, en zijn vader. En er kwamen al die mensen, al de filosofen en dichters en kunstenaars, al in de Listraat. Hè. En hoe kwam je daar dan mee in aanraking? Dat had ik weer gehoord van iemand en dan kwam ik daar terecht. En, ook door Koos Zoutewelle. Ja, door Koos Zoutewelle onder andere, ja. Want Koos Zoutewelle was een schilder. Ja. En waar kende je die dan van? Ja, die had ik ergens ontmoet in de stad. En, die woonde op Zuid. En toen ben ik veel bij thuis geweest, zei Jenny. Maar ja, dat weet ik allemaal niet precies exact. Hè. Bedoel, en wat was zo bijzonder aan Jan Burger dan? Omdat hij een eigen leer had, hè, een eigen leer. Het moederrechtelijke en ja, het vrouwelijke. En die eigen leer van Jan Burger, heb jij die overgenomen? Ja, die heb ik overgenomen. En ik heb nog boeken van hem natuurlijk. Hè. Ik vind het ook moeilijk om daarover terug te denken. Ja. Ik denk dat het vooral kwam omdat Joop iedere keer een of andere nieuwe vriend meebracht. Een kunstenaar zoals... Ja. Die voelde ik me thuis, hè? Een onderwijzer... En hoe dat hij naar de filosofie kwam, weet ik niet. Maar hij ging iedere donderdagavond ging hij naar filosofie. In de Adolfshofstraat? Nee, wij woonden in de Adolfshofstraat. Ja. Maar Joop ging naar de Listraat. Ja. En dan bleef ik thuis achter met Marianne. En dan nodigde ik mijn vrienden uit. Want die waren dan een beetje normaler, vond ik toen. En dan gingen we... een spelletje doen. Marianne sliep. Ze mochten geen herrie maken. En niet in de zijkamer komen. En als ze ons een beetje gingen vervelen, dan gingen we schuilhuis spelen. Onder bed liggen en in kasten. En ik had een platje daarachter. Dan klom je uit het raam. Kwam je op een platje terecht. Nou, zulke dingen deed ik dan. En dan kwam Joop thuis. En dan was het weer allemaal netjes. Was alles weer glad en niks aan de hand. Maar vond je zijn vrienden een beetje raar? Nee, maar wel leuk. Wel spannend. Maar wel raar een beetje. Ja, waren een beetje raar. Maar ja. Wel op zich wel aardige mensen. Ja. En het gaf ook wel toch een ander idee in je leven. Niet alleen maar zulke soort mensen... is toch wel leuk om je heen te hebben. Ja, want jij kende het ook niet van huis uit, interesse in filosofie en kunst. Nee, helemaal niet. Nee. Wat vond je daarvan? Ja, ik vond het eigenlijk wel leuk allemaal. Het interesseerde jou ook wel? Ja, ik ben er steeds meer in gaan verdiepen. Ik vond het op de duur ook leuk om met Joop mee te gaan. Een hele hoop schilders herken ik nu toch ook wel. Ja, nou. Misschien daardoor meer gaan lezen. Al hield ik wel al van lezen hoor, vroeger al. Maar dat doe ik nog heel veel. Nee, ik ben er wel wijzer van geworden, vind ik.
En dan vond ik het ook wel leuk. Soms hadden ze het ook over politiek, om daar wat dichter in te duiken, wat meer van te weten. Ik kwam natuurlijk uit een gezin, dus stemden ze allemaal VVD en iedereen had het goed. En de rest speelde eigenlijk niet. Er werd ook niet zo over nagedacht. Nee, er werd niet over nagedacht. Nee. En dat was bij ons samen thuis natuurlijk wel. En wat vond jouw familie daar dan van? Nee, eigenlijk. Nee, dat vonden ze volgens maar mij... Maar al die mensen uit die tijd, die zijn of dood of zijn uit je leven verdwenen. Ik denk, ik denk niet dat mijn familie zich daar druk om gemaakt heeft. Nou, vonden ze het leuk of toonden ze daar interesse nee, voor? Nee, niet veel interesse. Ik nam wel eens een vriend van Joop mee, of van ons samen mee naar Vlissingen, naar mijn moeder. Ja. En dan zei mijn broer wel, van Jenny brengt dan van die vreemde gasten mee naar oma, naar mama. Dat vonden ze wel een beetje raar. Weet je, ja... Dan was hij aan het werk en ik ging naar Vlissingen. Ik vond het wel leuk als iemand met me meeging. Dus een of ander vriendje ging dan wel mee. Oké. En dat vonden ze wel een beetje raar dat ik dan met een, niet met Joop, maar met een andere man. Nou, dat was ook wel modern, denk ik, dat je dat deed. Ja, ik vond het allemaal heel gewoon. Ja. Ik paste heel goed in die wereld. Ik denk dat ik het daarom ook goed gevonden heb dat er zo beneden op de muren geschreven is, hè. Ja, het was een jaar 22 al. Ging ik al bij klappertjes maken. Maar dan kijk ik. Heb je, en, want in dit huis wonen jullie nu... 34 jaar. En in andere huizen heb je, schreef je daar ook op te wanden? Ja, ook wel. Ja, ook wel. Papa, toch wil ik nog een keer terugkomen op dat schrijven op de muren. Want dat intrigeert me. Wat? Dat je zo schrijft op de muren. Wat, oh ja! Wat is dat nou? Ik weet het niet. Ja, mijn Willem van Hesse, een vreemde man die mij kunst zoveel heeft geschonken. Grens overleden, ja. Dus het zijn ook herinneringen. Het zat hier dan weer. Ja, goed. Denk dankzij de aan ons verleende mobiliteit, service voor de ziel, wacht ons de nietige niets van het al. Ja. Sleur mij er doorheen. Ja. Goh. Ja, ik weet het ook allemaal niet meer. Het overkwam je eigenlijk meer als dat je het initiatief dan, laat ik het zo zeggen. Je raakt erin verzeild en dan leer je ook de mensen kennen die daar in die wereld horen en thuis voelen. En wat had je dan ook echt het gevoel dat je bij die wereld hoorde? Ja. Ik voelde me wel thuis in die wereld. Eindelijk, ja. Ja, eindelijk? Want heb je daarvoor dan een gevoel gehad dat je zoekend was? Nou, daarvoor had ik het gevoel dat ik nergens bij hoorde. En toen kwam ik met de kunstenaar in aanraking. En toen had ik gemeenschapsgevoel. Ik vond het zo fijn. Kijk. Ontmoeting. Daar heb ik jaren bij geweest. Allemaal verleden tijd, van Willem van Hesse. Ik wilde een andere wereld hebben. Ja, dat is wel leuk hoor. Had jij daar nog bijzondere ideeën bij die andere wereld? Nou, nee. Ik wilde geen communistische wereld in zekere zin, zeker niet. En geen kapitalistische wereld, maar ik wilde een andere mensheid hebben. En wat bedoel je daar dan mee, een andere mensheid? Nou, met een sociaal gevoel en een ruimtelijke ervaring. Geen partijgevoel. En die filosofische gedachten van papa, kon je dat een beetje volgen? Nee. Die heb ik maar gewoon laten gaan. Ik ging wel mee naar die vriend, naar Jan Burger thuis. Ja. En toen hadden zij... Maar iedere nacht waren daar minimaal 10 mensen. Iedere nacht. En maar zuipen. Nou, dat was niet alleen zuipen. Nee, er lagen... En gesprekken voeren. Je mocht hele zware gesprekken voeren, maar je mocht ook schieten. Er lagen revolvers, hij maakte zelf kogels. Je lag op je buik beneden in de gang. Dan was het met een geweer of met een revolver. Nou ja, daar had hij een hele koker gemaakt... Tot het eind van het huis, met staal.
En dan kon je schieten, maar dan moest je dan op je buik gaan liggen. Nou, dan schoot je dan. Ja, dat was allemaal. En we zaten daar altijd op de grond. Ze had nooit stoelen, dus kussens. En er stond er een kachel 's winters en er werd alles ingegooid wat er maar was. Oude schoenen, het stonk ook natuurlijk soms, was het niet altijd even lekker. En dan kreeg je, als je geen alcohol kreeg, dan dronk je heel de avond thee. Ja. Stonden er al veel potten thee stonden op de kachel. Maar ik was niet zo'n alcohol. Word jij ook bewust van een andere wereld of een betere wereld? Ja, ik heb het wel allemaal een beetje opgenomen, ook langs mij heen laten gaan. Ja, nou ja, het trok me wel. Ik snapte het wel dat het andere wereld moest worden. Dat je beter op het milieu moest gaan letten en al die dingen. Maar ik weet nou niet of ik daar zelf nou zoveel aan heb meegewerkt. Nee, wat betreft vrouwenemancipatie misschien wel. Ja, dat wel. Ja. Dat vond je wel belangrijk. Ja, dat vond ik wel belangrijk. Ja, ja, ja. Ik kwam een keer, was ik boos op Joop, toen ben ik naar mijn vader en moeder gegaan s'avonds. En toen zei mijn vader tegen me, jij hoort niet weg te lopen, jij hoort bij je man te zijn. Nou ja, dat vond ik natuurlijk niet. Nee, waarom moet ik bij mijn man zijn als ik kwaad ben? Maar mijn vader snapte daar niks van. Dat je als vrouw zijnde wegliep en je man thuis met de kinderen liet. Ja. Dus wat dat betreft, ja, ik ging heel veel met Lily 's avonds ook. Als een breiwerk onder ons arm. Ja, je hebt en dan gingen we bij, hoe heet die bekende zangeres? Die overleden is een jazzzangeres. Bij de familie gingen we soms zitten haken of breien. Maar dan kregen we altijd ook een borreltje. En dan liepen we terug over de Oude Dijk naar ons huis toe. En dan kwamen kwamen soms mensen tegen en dan zeiden we, laten merken dat we wat te veel op hebben. Als twee vrouwen s'avonds laat over straat. En dan zeiden we, wat keurig gedag. Okay. Want iedereen ging ons wel kennen in maar de buurt. Maar het is nooit een chaos geworden. Nee. We hebben altijd de orde gehouden. Ja, nee. Het is nooit echt uit de hand gelopen.